Goedemiddag heren, welkom op deze persconferentie na de wedstrijd Roeselare-Tubize, eindstand 3-0. Soyez bienvenue aussi au collègue francophon. Danny, graag een reactie bij de wedstrijd van vandaag. Een reactie? Eerste termen hebben de organisatie was heel goed. Misschien veel mensen van Roeselare of de toeschouwer was een beetje fâché, ongelooflijk. Maar we hebben thuis tegen Sinterklaas de hele match gedaan. We hebben tegen Tienen ook de hele match gedaan. Het is nog een ander match thuis. En ik heb gezegd voor die match. Alleen nog organisatie. En we hebben daar heel goed gedaan. En twee penalty. Die match was gedaan. Oké, bedankt. Gabi? Ja, zoals de coach van de tegenstander zegt. Zij hebben zeer goed georganiseerd gespeeld. Het was moeilijk tegen zo'n strikte organisatie, hè, met dikwijls 10 achter de bal. Natuurlijk, als je in de positie staat waar zij staan, kan je dat verantwoorden. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk en extra moeilijk om tegen te spelen, om oplossingen te vinden. En om creativiteit te hebben, vind ik dat we daar toch wel twee mooie kansen gehad hebben. Die kopbal van trainer die op de lijn gered wordt door de keeper nog. En dan die shot van de rechter. Maar dan spreken we over twee kansen, twee goede kansen in 45 minuten. En dat is relatief weinig. Hè. Dan hebben we de rust wat bijgesteld en hebben we gezegd van oké, we moeten de breedte van het veld benutten. En dan word je natuurlijk wel geholpen met de penaltyfout, met die hands. En dan is ze natuurlijk weg. Hè. Dan zie je bij hun dat er al wat minder geloof is. En zeker met die tweede penaltyfout gaan die kopjes helemaal naar beneden. En dan is het voor ons voor de eerste keer in lange tijd rustig en zalig genieten. En een bal laten rondgaan zonder enige druk. En dat is hier al lang geleden in Roeselare. Natuurlijk ook wel opmerken die actie die men gedaan heeft met de jeugd. Dat is wel heel aangenaam dat wij hier voor zoveel volk hebben kunnen spelen. Dat de jeugdspelers dat ook een keer gezien hebben. Het is natuurlijk, alles slaat mee. Het weer, de uitslag. Maar goed, daar heeft Tubize natuurlijk geen punt aan. Zij hebben het hier echt wel geprobeerd via organisatie. Dat is niet zo evident, want er zit individueel talent in bij die mannen. Maar collectief hebben wij gezien in de scouting dat daar wel een paar werkpunten waren. Goed, daar hebben wij proberen van te profiteren. Door zelf proberen zo snel mogelijk die tweede bal te hebben. Door zelf proberen heel snel collectief een bal terug te veroveren. En ik dacht dat het een verdiende overwinning is. We zijn natuurlijk wel geholpen met die penalties. Maar ik dacht een 2-0 een verdiende uitslag ging zijn. Een 3-0 is natuurlijk wel nog een surplus. Dus dat gaat goed en het is 9-9. En dat is voor ons natuurlijk even genieten. Hè. Dat was vorig jaar anders. Dus chapeau voor de nieuwe mensen die dat allemaal in elkaar steken. En wij kunnen daaraan meehelpen en dan is het natuurlijk voor iedereen aangenaam. We hebben nu een goede dag. We gaan ook minder goede dagen hebben. Maar goed, nu kunnen we tegen het duur terug. Hè. Verhulst is naar de dokter geweest, daar hebben ze terug gezien dat het een drietal weken gaat duren. Er is ook sprake geweest van operatie. Maar goed, we gaan dat proberen te vermijden en met hard werk gaan we proberen binnen 3 weken. Nu een drietal weken, ja. Coach, succes nog. Ja, bedankt. Het blijft diezelfde kwetsuur, die blijft de feiten. Ja, het blijft dezelfde blessure, maar dat is logisch. Een spierblessure heelt gemakkelijk. Een pees wordt minder doorbloed en een pees herstelt veel minder. Rap. Giro zou waarschijnlijk een neusbeenbreuk zijn, maar goed. Hè. Daar kon de jongen niks aan doen, dus dat is eigenlijk...